Yo, welkom bij deze let's play van Tower Wars. Na een aantal mislukte, te lange pogingen ga ik nu proberen een beetje doorheen te jagen. Je ziet hier gewoon standaard menu-opties, singleplayer, multiplayer, options, standaard allemaal. Ik heb net de tutorial gevolgd. Die legt in hele grote lijnen uit, eigenlijk gewoon echt de basics, het plaatsen van allerlei dingetjes. Ja goed, hier kan je. Zeg maar je tegenstander kiezen. Ik ga nou gewoon een game mode tegen de computer spelen. Je kan hier op pijltje klikken en een andere map kiezen. Pakken we deze gewoon omdat het kan. Goed, de play knop, als je eroverheen hovert, dan ligt die op. Zo weet je, oké, okay, ready to go. Ja, in het laadscherm. Het is leuk dat ze hier tabs plaatsen. Is vooral handig voor nieuwe spelers zoals ik. Ja. Je zag hier net dat klokje, dat bewoog een beetje. Dat is wel handig, zodat je weet of je spel niet vasthangt. goed, mocht je multiplayer gaan, dan is het handig om te weten of iedereen klaar is om te spelen. Maar aangezien ik tegen de PC speel, gewoon ready. Timertje, heel handig. Ja goed, eerste wat je ziet, misschien, deze blauwe lijn. Deze blauwe lijn wordt hier met een kruisje, dit is het eindpunt en dit is mijn kasteel. Het leven van mijn kasteel wordt weergegeven met een rode heldbar. Daar kom ik later nog wel even op terug. Deze blauwe lijn is eigenlijk gewoon het punt, of de lijn die de troepen van de vijand zullen volgen om, ja, om zich weg te banen naar mijn kasteel. Hoe ver die troepen zijn, wordt ook hier aangegeven met deze balkjes, als dit het vijandelijke spawnpunt is, zeg maar. En hoe verder ze over die lijn lopen, zeg maar, hoe meer je dat hier ook ziet. Goed, we gaan eens beginnen met wat torens te plaatsen. Je ziet als ik hier over deze tiles heen ga, lichten ze op. Dat is goed, zodat je weet op welke tile je nou precies iets wil bouwen. Ik klik op de linkermuisknop en dan krijg ik een menutje. Met links zie je allerlei stats van de torens die je kan bouwen. Deze ligt ook weer op. Eigenlijk alles ligt op het moment dat je het zeg maar zou kunnen selecteren. Als ik nu loslaat, dan heb ik een toren geplaatst. Als ik nou op Shift duw, dan kan ik de laatste toren die ik heb gebouwd, kan ik, ja, die kan ik ook zeg maar, nog eens plaatsen. Wordt weergegeven met een soort doorzichtig wit ja, representatie van dat ding. Gewoon klik ik, hots, klots, klaar. Je ziet hier, er komt de vijand komt op mij af. Als ik scroll, kan ik inzoomen. Als ik op scroll klik, kan ik ja, tilten. Als ik met mijn muis beweeg, dan kan ik camera bewegen. Deze mannetjes hebben zowel levens als armor, alleen ja, deze hebben dat niet. Maar het wordt wel weergegeven. Ja, dan heb je hier nog mijnen. Die worden aangegeven met een pikhouweel-icoontje. Standaard associatie met de mijn. Dit nummer geeft het niveau aan van de mijn. Je kan je mijn naarmate je meer mijnwerkers hebt, zit er nu eentje in. Ik kan op dit moment ook nog geentje kopen, want ik heb nog geen battle points. Dat zie je hier. Je ziet hier golden battle points. Gold wordt verzameld in de mijn. Battle points die krijg je pas op het moment dat je troepen stuurt. Je ziet hier als ik met mijn muis over die troepicoontjes heen ga, dat je dan ook weer de stats krijgt te zien van al die dingen. Hoeveel het kost en dat soort zooi. Ik klik erop, zie je hieronder verschijnen zeg maar, je queue. Dus als ik hier zeg maar, vijf van die dingen inzet en ik druk op launch, dan worden die vanuit mijn spawnpunt zeg maar, verzonden naar de vijandelijke basis. Dat zie je hier ook langzaam onderweg naar de vijand. Ja goed, je ziet hieronder bij launch, als ik hier nou eentje toevoeg, die kost 25. Zie je hier erbij hoeveel het kost. Ik heb net troepen gelanceerd, dus er is een timer afgegaan. Dus ik mag nog geen troepen lanceren. Dus ik klik erop en dan krijg ik zo'n soort klikgeluidje. En dat klikgeluidje dat wordt eigenlijk in alle menus gebruikt op het moment dat je een actie zeg maar, niet kan uitvoeren. Dus ik moet nou, zeg maar, nou zou dit wel weer kunnen doen. Hoor je, oké. Allerlei stemmetjes, dus alles is in orde. Je hebt hier drie kleine menu'tjes. Dit is het unit upgrade menu. Je ziet hier, ik heb gewoon niet genoeg resources, in dit geval niet genoeg battle points, om deze upgrade te kunnen kopen. Dus ik zal even moeten wachten
troepen enigszins in de buurt komen. Je ziet hier mijn battle points, die lopen langzaam maar zeker op. Wat Tower Cell doet, geen idee eigenlijk, dat ben ik nog niet echt tegengekomen. Ja goed, je ziet ook weer het kasteel oplichten als ik er overheen ga. Het visuele ding van het kasteel. Het kasteel zal naarmate die meer schade oploopt, steeds meer vlam vatten en afbreken. En eigenlijk standaard dingen die je verwacht van een kasteel zou doen als je het aanvalt. je ziet hier deze icoontjes, die zijn nu wit. Als ik nou bijvoorbeeld met mijn ammo wil upgraden, dan klik ik hierop, dollartekentje ammo kopen. Dan wordt dit witte ingekleurd en dan is het mooi om aan te geven, oké, je zit nu op dit niveau van upgrades. Ook hier weer cijfertjes geven aan welk level, zeg maar telkens als je balkje vol is, kan je upgraden naar level, kan je weer opnieuw beginnen met steeds betere bonussen kopen. In dit geval zie je rechts staan, damage to 100%, als ik die dan naar niveau 2 doe, dan wordt dat bijvoorbeeld 200%. Zo. verder is er niet echt veel anders bijzonders aan dit spel. Behalve het feit dat ik net in de tutorial toevallig zag dat als ik hier een healer heb, die heeft een speciale skill als hij doodgaat, dat hij dan in de radius waar hij dood is gegaan troepen healt. Dat wordt ook aangegeven met zo'n een gloeiende cirkel, dus dat je weet, oh, als ik daar mijn troepen neerzet, dan worden ze geheeld. Je ziet hier de HP, de levenspunten van jouw kasteel en de vijand. Dit balletje zal naarmate je meer schade oploopt of schade doet, geen idee eigenlijk, zal oplopen. En dan kan je iets met dit knopje doen, geen idee wat het doet, dat hadden ze misschien nog beter mogen uitleggen in de tutorial. Maar het ligt in elk geval wel mooi op, zodat je weet, oh, het is in gebruik. Slotjes worden aangegeven dat je deze dingen nog niet kan gebruiken. Ook als ik hier op klik, hoor je weer dat klikgeluidje. Dan mag niet. Enige verbeterpunten wat ik op dit moment zou kunnen bedenken is dat deze interface nogal een beetje klein is ten opzichte van de rest van het scherm. Voor mijn part hadden ze dit stukje hier een beetje kleiner kunnen maken, omdat je, dat kan je hier eigenlijk ook wel al zien. En dit dan iets groter, zodat je, ik zou het in elk geval fijn vinden om dit soort icoontjes wat duidelijker aangegeven te hebben. Daar had ik net bij de tutorial wat moeite mee om die te kunnen vinden. Maar goed, voor de rest lijkt het mij allemaal vrij duidelijk uitgelegd. Duidelijke interface. Gewoon spelen maar.